Ik weet dat, dat ligt hier op de grond. We gaan eerst de Vita allemaal pakken, ze. En welkom bij Beneden Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Continue. Voilà, we zitten nu in Change Ready. Dus laten we maar eerst eens... eens even zien, hè. We hebben vorige keer die wapens allemaal... ja, die wapens hebben we allemaal weggedaan. Dus dan gaan we zien welke missie dat we hier kunnen doen, hè. Cut of Loving Act. Dat is level 11. Level 11. En level 12. En we zijn nu level 12. Dus ja, dan gaan we eerst level 8 doen. Dus we gaan wel een gemakkelijke missie zijn nu, omdat we level 8 al twee levels gestegen zijn. Maar we gaan eerst eens even zien dat we hier een andere kop kunnen pakken. Kop. Alhoewel, eigenlijk is dat, heeft dat geen nut, hè. Want die kop die zien we toch niet. Dus laten we maar toch een missie aanpakken. Eens zien, hè. Woep, woep. Ah, hier. Oké. Okay. Voilà. Laten we maar eens naar die missie gaan. I am Incinerator Clayton. It's you. I witnessed you enter the lair of the Firehawk and return unharmed. If you truly wish to serve our mother, you must pass a test. Use a fire weapon to send my brothers to the Eternal Plague. Then collect their ashes and return them to me. Huh. Burning people alive is mildly shady, but these cultists sound like they want it, which is weird. Do what he asks, I guess. Vijf van die cultist bandits. Oké, vijf. Zodat we er maar eerst één op pakken, ze. Ah, hier. Dan moet hier zitten, hè. Toen is er allemaal aan. Who wants the first slice? Ik weet dat, dat ligt hier op de grond. We gaan eerst de Vita allemaal pakken, ze. Op z'n kop. Moet dat mijn favoriet wapen of wat? Of wat? Misschien, want dat is precies dat dat... Ah, oké, okay, toch niet. Just like that. Huh? Ah, zeg. Oh, nee. Hier zit er mijn moeilijk uit. Zijn dat kap, hondertje. Nee. Oh, de kop vliegt eraf. Ah, dat komt dichter. Ha. Blijft net nog eens verdorie, kinder. Onnozelijk. Enkel. Nee. Zwaar, Thomas. Yes! Dank u! En de kogels staan weer op. Ja, sorry. Daar krijg ik iets van ze. Oké, okay, dat is er drie. What is more beautiful than a handful of ashes? Nothing! Nothing at all! Nog één hebben we er nodig. Misschien, hè? Wat zit er hier in? Nou, kogels. Die komen van pas. Deze is open, ofzo. Geld? Dat komt ook altijd van pas. wacht, hè. Nu moeten wij nog één
We gaan er 5 hebben, hè. Maar waar is dat? Hallo. Ja, met deze wapen. Ik denk dat dat met deze wapen moet. Oh, dat is altijd als ik deze wil pakken. Ah, doe die, hè. Yes! Ik dacht dat tussen de praten ging liggen. Voilà, deze zijn we al. Nu gaan we dat inturnen, hè. Inturnen. Fuck the love of man. I can only dream of. Thank you. Unfortunate news, Torch. There are idolaters among us. Children who have betrayed their one true mother, the Firehawk. They follow a heathen demigod known as Scorch. I implore you, destroy this pretender and all those who follow him. Who cares if they worship somebody else? Look, just play along. Clayton needs to trust you completely. If they've been doing anything that we need to stop, that's the only way you'll hear about it. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot de volgende schiet- of horrorgame. Dag!